Hey, Erwin hier van Bright. Je ziet ze steeds vaker naast voordeuren hangen, slimme videodeurbellen. En ik snap het wel, want ja, dan kun je zien als er wordt aangebeld op je smartphone wie er voor de deur staat. Ook als je niet thuis bent of op zolder zit. Ja, alleen jammer dat dat aansluiten dikwijls zo'n gedoe is. Ik heb er eentje van Netatmo en ik kan me herinneren dat het heel wat voeten in aarde had om die aan mijn gong en zo aan te sluiten. Maar daar is natuurlijk iets op gevonden. Videodeurbellen die werken op batterijen. Ja, en ook hier weer heel handig, want ophangen is zo gepiept. En je kunt ze ophangen waar je wil. Dus niet per se op kleuterhoogte, zoals waar mijn oude domme deurbel ooit zat. We kennen al de Nest Hello en die is er ook als batterijversie. Er is ook de Arlo Essential en marktleider Ring. Die heeft een nieuw model, de Battery Video Doorbell Plus. En dat zijn stuk voor stuk prima videodeurbellen. Maar om opnames terug te kunnen zien, ja, dan moet je een abonnement afsluiten. En dan betaal je dus bovenop de, zeg, €200 die je al voor de videodeurbel hebt betaald. De goedkoopste optie bij Ring, Protect Basic heet dat, kost €4 per maand. Bij Arlo, Arlo Security heet het dan, ook €4 per maand. En voor Nest Aware betaal je zelfs €5 per maand. Nee, ik dacht het niet. Oké, dus eigenlijk wil je een videodeurbel met batterijen, maar zonder abonnement. Juist. Er blijft er alleen niet zo heel veel over. Wel geteld 2. De eerste is de videodeurbel van Eufy. En die komt in 3 smaken. De S200 voor €120, de goedkoopste. Daar kun je een micro SD-kaartje in stoppen voor lokale opslag. Een stapje beter, de S220 kost €200. Die is voorzien van een homebase. Dan heb je meer ruimte voor lokale opslag. En je hebt ook beter beeld. En de derde, duurste, is de S330, kost €250. Heb je uiteraard ook die homebase. Heb je nog weer beter beeld met ondersteuning voor HDR. En er zit een tweede camera op, aan de onderkant. Die kijkt zo naar beneden. Of er bijvoorbeeld een pakje is gearriveerd. Of dat mensen hun voeten hebben geveegd voordat ze naar binnen komen. Dat laatste model heeft Erik bij ons in gebruik. En ik vraag me af, heb je daar nou wat aan? Zo'n tweede camera in zo'n deurbel? Ja, ik heb inderdaad die deurbel met 2 camera's die zowel op batterijen als op vaste stroom kan werken. Ik moet wel zeggen is dat ik de verbinding vaak vrij traag tot stand vind komen. Staat iemand met een pakketje voor de deur, dan merk ik vaak dat hij al lang weer weg is voordat ik überhaupt beeld heb. En je hebt daarnaast inderdaad aan de onderkant hier die tweede camera, maar die is echt gericht op de Amerikaanse markt waar ze pakketjes voor de deur achterlaten, zodat jij kunt zien dat het er staat en dat je ook kunt zien dat het niet gestolen wordt. Die videodeurbellen van Eufy, die werken met Google en met Alexa. Maar, ja, zoals je waarschijnlijk weet, ik heb een Apple Home. Ja, dus Eufy gaat hem niet worden voor mij. Het goede nieuws, er is nu net verschenen een nieuwe slimme videodeurbel. Die werkt op batterijen, zonder abonnement en zelfs met ondersteuning voor HomeKit Secure Video. Zo, dat kan mijn huidige Netatmo niet eens. Dit is de nieuwe G4 slimme videodeurbel van Akara, de Chinese smart home specialist die sinds 2021 actief is in Nederland volgens Europese richtlijnen en certificering. De G4 is misschien niet de knapste of de slankste videodeurbel en ja, iets wat plastic fantastic, maar het is in ieder geval heel duidelijk waar je moet drukken om te bellen. Met €120 is die ook lekker scherp geprijsd. En ik heb hem voor je getest. De installatie ging soepel en ook de koppeling met HomeKit was zo gepiept. En als je net zoals ik een iCloud Plus abonnement hebt bij Apple, ja, dan heb je dus de beschikking over dat HomeKit Secure Video. En dan heb je aan Apples woning app heb je genoeg om de video's, de opnames terug te kijken,
om je meldingen fijn te tunen en zelfs om activiteitenzones in te stellen. Oh, en wat tof, voor de gezichtsherkenning kan de videodeurbel gebruik maken van je bestaande fotobibliotheek. Die van je iPhone of iPad. Dus als er dan iemand aanbelt, zeker in eerste instantie leden van je gezin, dan neemt hij dat ook mee in de melding. Wel nog met een klein voorbehoud, maar nou, wel geinig. Oh, en mocht je denken, hey, mijn foto's worden toch niet allemaal naar China gestuurd? Geen zweet. Die gezichtsherkenning vindt lokaal plaats. Acara heeft zelf ook een app voor de videodeurbel. En daar zitten nog veel meer settings in. Dat is wel leuk hoor. Bijvoorbeeld, je kan het lichtje, dit soort ringlicht rond de deurbelknop, kun je uitzetten. Okay. Je kunt ook het volume aanpassen. Er zijn 3 gongs, gonggeluiden om uit te kiezen. Of, en dat vind ik ook wel een geinige, je kan zelf een gonggeluid uploaden. Je kunt hem importeren in de Acara app. Dus ik heb bijvoorbeeld deze. Ding dong. Ding dong. Je kunt in de Acara app nog meer instellingen doen, ook voor alarmen. Bijvoorbeeld voor de temperaturen. Dat je een alert krijgt als de temperatuur van de videodeurbel te laag of juist te hoog is. Nou, ik heb ze aangezet, maar ik verwacht eigenlijk niet veel meldingen daaromtrent, want de videodeurbel kan tegen temperaturen van min 20 tot plus 50 graden Celsius. Waar ik wel bezorgd om ben, is de waterdichtheid van de videodeurbel. De IP-rating, die is namelijk voor water namelijk maar 3. Dat betekent spatwaterdicht. Dus ja, mocht er nou nog een fikse lentestorm komen, dan fingers crossed. En dan is er nog één rare instelling, althans, je kunt een alarm instellen voor wanneer iemand met de videodeurbel gaat morrelen. Weet ik veel, dat hij probeert af te slopen of zo. Die zet ik ook aan, kan nooit geen kwaad. Nee. Maar sinds dat ik die deurbel ben gaan testen, zijn er diverse firmware updates geweest. En nou is opeens die instelling verdwenen. Dus ik kan het niet meer uitzetten. Maar hij staat nog wel aan, dat alarm. Dus als ik nu de batterijen verwissel, gaat het alarm af. Kan vast wel gefixt worden weer in een toekomstige update. Heb je geen iCloud Plus abonnement bij Apple, opslag 10 dagen, dan kun je je video's natuurlijk ook terugkijken in de app van Acara. Daar zit inbegrepen 7 dagen gratis opslag in de cloud via Acara. Er is nog een alternatief en dat is het gebruik van een microSD kaartje in de Gong module. Ook wel een veilig idee, want die module zit binnen. Er komt niemand bij als het goed is. En voor gevorderden is er dan zelfs nog ondersteuning onderweg voor lokale netwerkopslag op een NAS. En oh ja, ondersteuning voor Matter is ook onderweg. Die Gong-module, dat is hetgeen trouwens waar de videodeurbel mee verbonden is. Via wifi, 2.4 GHz. Ja. En het is die Gong-module die zorgt voor de HomeKit-link. Die heeft wel permanent stroom nodig. In de doos zit een USB-C kabel voor die Gong-module, maar geen adapter. Maar goed, een lichtnet adapter, die heb je vast nog ergens rondslingeren. Dus je prikt die module gewoon ergens in het stopcontact. Let er alleen wel op dat die binnen een straal van 5 meter zich bevindt van de videodeurbel. Dan heb je de beste verbinding. De G4 werkt overigens niet met bestaande gongs. Ik heb de G4 nu een kleine week in gebruik, maar ik heb de indruk dat die veel sneller reageert dan mijn oude Netatmo videodeurbel. En dat is natuurlijk wel essentieel voor een videodeurbel. Ik bedoel, jij weet ook hoe ongeduldig koeriers tegenwoordig kunnen zijn. Komen we bij de videodeurbel zelf. Nou, in dat bovenste deel, daar zit ook een beeldsensor en die werkt perfect. Die is echt heel goed. De camera dan, daar zit een groothoeklens in met een beeldhoek van maar liefst 162 graden. Zo. En hij stuurt dan beelden door op een resolutie van 1080p. Oké, 1080p, het is geen 2K, het is helemaal geen 4K natuurlijk, maar het is voldoende. Zeker bij daglicht. Maar in de nachtmodus, dan krijgt hij het af en toe een beetje pittig. Alleen de beeldoriëntatie, die is, zoals je ziet, liggend. Oh.
Ja, dat is wel een misser hoor. Hé, hey, hallo. Kijk, een horizontaal beeld is prima bij beveiligingscamera's. Maar bij een videodeurbel, ja, dan wil je juist staand beeld. Ik wil kunnen zien wie er voor de deur staat. Toch? Wat ik ook niet zo slim vind aan de G4 is de plek van de borg. Waarmee je dat, ja, de videodeurbel een beetje op slot zet. Die zit hier aan de zijkant. Aan de rechterzijkant. En in mijn geval, waar ik hem dan zou willen ophangen, ja, kan ik er niet meer bij. Ja, hoe moet ik dan de batterij wisselen? Bij veel andere videodeurbellen zit zo'n borg aan de bovenkant of meestal aan de onderkant. Veel beter. En dan is er nog die andere olifant in de kamer. De batterijduur. Er gaan 6 penlights, AA-batterijen, in de videodeurbel. En die moeten volgens Acara minstens 3 maanden meegaan. Nou, ik mag blij zijn als ik de 3 weken haal. Nu, ik zal meteen bekennen, dat is waarschijnlijk ook omdat ik de afgelopen week die deurbel veel intensiever heb getest dan normaal natuurlijk. Ik bedoel, hoe vaak wordt er nou daadwerkelijk bij je aangebeld? En de G4 kan ook werken met het lichtnet, zoals veel videodeurbellen op batterijen. Maar goed, dat wilde ik nou juist wel net voorkomen. Al met al ben ik zeer gecharmeerd van de Acara G4, maar daardoor toch niet helemaal verkocht. Nee. Maar ik moet wel zeggen, het geldt voor alle videodeurbellen die werken op batterijen. Die batterijen zijn zowel de grootste kracht als de grootste zwakte. Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen met slimme videodeurbellen die werken op batterijen. En misschien dan voor jou als bezoeker, sta je wel eens voor een lege videodeurbel. Bye! Dus ik heb bijvoorbeeld deze. Ding dong. Oh. Mm.